Prinses Charlène van Monaco ligt zwaar onder vuur nadat haar voormalige accountant Claude Palmiro een boek heeft gepubliceerd over haar extravagante levensstijl. Palmiro, die meer dan 22 jaar lang de financiën van het prinselijk paar beheerde, werd vorig jaar ontslagen door prins Albert, die hem beschuldigde van corruptie. Nu slaat Palmiro terug met onthullingen over de twijfelachtige uitgaven van Charlène, die volgens hem illegale migranten en kindermeisjes inhuurde, haar honden mishandelde en miljoenen spendeerde aan feesten. Kleding en interieur. Palmiro beweert ook dat Albert een geheime bankrekening heeft waar hij geld overmaakt naar zijn ex-minaresse, onder wie Nicole kostte. Charlene, die vaak lange periodes afwezig was uit Monaco, zou een miljoen per jaar aan zichzelf hebben uitgegeven, terwijl ze haar personeel minder dan 100 euro per dag betaalde. Ze zou ook haar tweeling hebben toevertrouwd aan illegale nannies met slechte referenties en een Filipijnse werknemster hebben die al vijf jaar met een verlopen toeristenvisum werkte. Charlene's uitgavenpatroon is verbijsterend. Ze zou 6 ton hebben neergeteld voor een verjaardagsfeest van haar kinderen en 4 ton voor haar garderobe. Daarnaast zou ze 826.000 euro hebben besteed aan het renoveren van haar vakantiewoning in Calvi op Corsica en 860.000 euro aan het inrichten van haar kantoor in Monte Carlo. Het boek van Palmiro heeft veel opschudding veroorzaakt in de internationale media. Prins Albert heeft kort gereageerd op de beschuldigingen de heer Palmiro toont met zijn aanvallen op mij en op de staat Monaco en zijn instellingen zijn ware aard en zijn gebrek aan respect.